Alle lesjes door elkaar. Kijk jongens, je zou geen muis hebben, hè? Erwin ligt voor. Dit is nog veel erger, Robert, sorry. We maken het alleen maar erger. Ja, en wie gaat er winnen? Wie nu het eerst komt, heeft gewonnen. Ja. Spannend. Ja! Dit is ook volledig nieuw. Wat hier gebeurt, is namelijk het volgende. Er worden 3 ronden geraced. En de raket gaat sneller als je goed bezig bent. En als je het fout doet, dan merk je het wel. Ik wens jullie succes. 3 ronden, jongens. Nou, Max Verstappen die heeft nog niet een snelle motor. Dus ik hoop dat het bij jullie beter gaat. Wil ik voor? Ja, je kunt zien dat Robert is de roze raket. Dat kost je punten, jongen. Daar kom je niet meer van terug. Nog 1 ronde, de laatste ronde is ingegaan, jongens. Dus, denk om hoe de pionnen gaan, Robert. Dankjewel. Maak je even voor toch? Of, nee, dik een rondje achter of zo? Nee, het is niet een rondje achter. Het is, de finishvlag zit dichtbij. Ja. Die gaat bepalen wie er wint. Ja, dat is toch helaas, jongens. Dit is. Duidelijk nog en dat blijft ook netjes in beeld. En we gaan naar de Kastelen race, jongens. Ik wens jullie heel veel succes. De welbekende, ze kennen hem al in de volwassenen van Jan, deze speciaal ontwikkeld voor de kinderen. De stukken gaan omhoog. De witte koning is Robert Jansson. Erwin is de zwarte koning. Nou, nu gaat het spannender worden. Ik ga het eerst even uitleggen voordat het begint. We gaan World Cup doen. Dat is meer voor volwassenen gemaakt. Keiharde gamingregels. Wat gaat er gebeuren? Ze krijgen dezelfde opgave. Exact dezelfde opgave. Wat net niet gebeurde. En degene die het eerst is, pakt de puzzel af. Succes, mannen. Hier zien jullie de World Cup. Degene die het goed doet, trekt dan als een soort touwtje trekken naartoe wie het eerst hier is. Dus Robert moet hier komen. En Erwin moet bij en door het vuur zetten. Jammer, Robert, je was er bijna. Je was er bijna. Jij was eerder of wat? Dat was gewoon niet snel genoeg. Ja, met graag. Hey, daar ben ik. Ben ik wel snel? Ja, ik had het. Dank je. Maar jij bent gewoon te laat, hè? Ik moet je aan verslagen. De World Cup is weer in het midden. Het is touwtje trekken, dus het kan heel lang duren. Het is niet te langzaam. Ik had een fout, ik had het verkeerd laten vallen. Die muis. Dus hij gaat het snel naar jou doen. Ja, dan gaat hij naar jou. Was hij in het Nou, nu wordt het spannend, want nog 1 puzzel door Erwin en heeft hij gewonnen. Ja, die heeft lastig opgelost. Deze heb ik zelf gemaakt. Die heeft het zelf gemaakt, ja. Hij valt weer niet. Rood stoplicht, dat is spannend.